We hebben wel eens gezegd hier in Borne van we zouden iets meer op onze handen moeten gaan zitten. In de zin van, laten we ons eerst eens ontstaan van waar maatschappelijk ook behoeftes liggen. Welke initiatieven ontstaan. Ja, en daar zie je gewoon in Borne ook te kust en te keur goede initiatieven ontstaan. Die we als overheid ook een warm hart toedragen en graag ook willen ondersteunen. En als je zelf de ideeën niet bedenkt en ze worden elders bedacht, zeg maar. Dan heb je daarmee ook al, als het gaat over termen als draagvlak, al zoveel gewonnen. Dat is heel belangrijk. Als je wethouder bent bijvoorbeeld, hè, dan word je gekozen. Er is een hoofdlijnenakkoord vaak, of een collegeakkoord, of hoe het heten mag. Daar staan soms gewoon doelen in. Hè. Je moet dit bereiken, je moet dat bereiken. Nou, wat is makkelijker dan gewoon zelf een programmaatje te schrijven, een projectje eraan te koppelen en wat geld erbij te doen? Dan gaan we aan de slag. Hè. Kun je als wethouder zeggen, ik heb de leiding genomen, ik ga geld uitgeven, ik ga dat bereiken. Dat is hoe we dat altijd deden. Op je handen zitten, dat wordt wel vaak gebruikt, maar op je handen zitten, dan doe ik niks. Het gaat vooral ook over met elkaar het gesprek aangaan. Wij noemen het wel heel veel kop koffie drinken. Maar als je aan wil sluiten bij initiatieven uit de samenleving, draai je dat dus helemaal om. En dan zeg je, ik weet het niet precies, ik ga luisteren naar de samenleving. En al die kansrijke initiatieven uit de samenleving, die pak ik op. Daar ga ik mee aan de slag. Daar kies ik elke keer een andere rol mee. Ik weet nog niet wat eruit gaat komen. Maar dat is natuurlijk voor de democratie en voor het luisteren naar je inwoners een veel betere manier van werken. Maar het is als bestuurder veel onzekerder. Je hebt niet meer die regie, je kan niet meer aan alle touwtjes knippen, trekken. Je moet een beetje los durven laten en ook gewoon vertrouwen hebben in de kennis en de kracht van de samenleving. Dat kan wringen als een wethouder constateert dat er door de raadswerkgroep zaken in ontwikkeling worden gebracht waar hij nog niet volledig op is aangehaakt. Dan moet hij zich dus later op laten bijpraten en laten ondersteunen daarop. Terwijl in de andere situaties, waar je als college toch veel meer in de initiatiefrol zit en ook voorstellen bij de raad neerlegt in de visieontwikkeling, ja, daar zit je als college veel meer aan de voorkant en leg je een ontwerpvisie bij de raad neer. En hiervan zegt de raad van nee, wij nemen het initiatief zelf aan de voorkant. Ik zou haast zeggen een soort emancipatieslag, zowel voor een gemeenteraad als voor een college van BNW. Waar soms terecht colleges van BNW raadsleden of gemeenteraden het verwijt maken dat ze op de stoel van het college gaan zitten omdat ze met allerlei dingen bezig gaan en zich druk maken waarvan je moet zeggen, laat het college dat alsjeblieft doen. Terecht. Aan de andere kant moet het college de raad de ruimte geven en in staat stellen om op die onderwerpen waarvan een gemeenteraad zegt, daar willen wij voor gaan, om daar ook zeg maar die rol ook goed te kunnen pakken. Je richt ze aan de voorkant al anders in. Je probeert van onderop de ideeën op te halen. Dus ik roep wel eens, en dat is best een gevaarlijke uitspraak, ik heb meer geld dan ideeën. Dus als jullie goede ideeën hebben, gaan wij kijken hoe we dat kunnen realiseren.